was a part of it. Hallo creatieve familie, we zijn weer in mijn keuken en vandaag gaan we weer wat lekkers maken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik een Starbucks ijskoffie maak. En hij is super makkelijk om te maken en super lekker. Ik zelf gebruik er wel koude koffie in, maar je hoeft het niet per se te doen. Je kunt hem bijvoorbeeld maken met chocomel erheen of een andere variant ervan. Maar ik vind het graag lekker om er koffie in te drinken. Wil je dan zelf ook een lekkere Starbucks koffie maken? Blijf dan kijken. Neem als allereerste je blender en doe hier 100 ml melk bij en 50 ml koude espresso. Ook doet er ongeveer 8 ijsblokjes bij en 2 lepels suiker. Dat mag best wel zoet zijn. En dan ga je dit blenderen. Het duurt ongeveer een minuut of 5-6 tot het helemaal goed geblenderd is en goed opgeschuimd is. En als dat klaar is, kun je het in het glas gieten. Het is heel snel. Ik doe dus dat slagroom bovenop. Je kunt er ook nog wat chocoladesaus overheen doen, maar dat is niet per se nodig. En dan is je koffie al klaar. Lekker simpel, lekker makkelijk en super lekker verfrissend. Probeer hem zeker ook een keertje uit, zou ik zeggen. Dankjewel voor het kijken naar deze video en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en natuurlijk gaan uitproberen. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren door onder op die knop daar beneden te drukken of een van de andere leuke video's te bekijken die hier om me heen staan. Ik wens jullie een hele fijne dag en onthoud jongens, be unique.